Niet alleen voor Maastricht. En die ramp wordt alleen maar erger als we met Nederland gaan uitbreiden. D66 is voor regulering. De achterdeur moet geregeld worden. Mijn collega in de Tweede Kamer, Boris van der Ham, heeft daar al in 2005 met Al Bayrak en Frans Wekers van de VVD een initiatief genomen om dat te regelen. De VVD noemt zich liberaal, maar dat is ver te zoeken. Dus als je voor een liberaal wietbeleid bent, stem D66. Dankjewel.